Als je de sneeuw alweer beu bent, blijf dan even kijken. Want volgens de Eindhovenaar naar Jeroen Werens is de kou een fantastisch medicijn. Ik ben minder ziek, vitaler. Uh, het doet iets met mijn uh, geluk, gemoedstoestand. Nu het vriest, maakt hij iedere dag gebruik van de lage temperaturen. In ieder geval heb ik een ijsbadje in de tuin staan. Uh, daar ga ik iedere dag een paar minuutjes in zitten. Dat hoeft ook niet heel veel te zijn. Het is echt even mijn lichaam uit die comfortzone halen. En dat terwijl Jeroen vroeger een grondige hekel had aan kou. Ik weet dat mijn vriendinnetjes in het verleden mij de turtleneck noemden. Ik had altijd truien aan. Ik had altijd extra sokken. Uh, dik dekbed. En ik heb mogen ontdekken wat uh, de kou voor mij doet. Als ik hier dadelijk uitstap en het proces, wat dan nog een uur, misschien twee uur duurt, verbrand ik makkelijk 800 calorieën. Ja, en je ziet, ik heb niet heel veel bij te zetten. Uh, dus dan zou ik in principe moeten bijeten. Uh, maar stel dat je het niet doet, dan vliegen die kilo's eraf. Mensen die ik meeneem op een reis, die, die raken een kilo per dag kwijt. En die zeggen, dat is briljant. Nu hij het licht heeft gezien, wil Jeroen deze ervaring ook op de rest van de stad overbrengen. De Ice Warrior geeft het hele jaar door al cursussen. Maar met dit winterse weer kan iedereen laagdrempelig en gratis kennis maken met de sensatie van kou. Wat ik een hele mooie vind is dat je gewoon zegt van... Uh, uh, ik doe mijn sokken uit en ik loop gewoon een paar passen in de sneeuw. En dat is heel intens en dat, dat kan voor mensen... Uh, hè, dat doet iets met je ademhaling, dat doet iets met schrik, dat doet iets met angst. Um, hè, maar als je gewoon eens vanuit de, de veronderstelling dat je lichaam dat kan... Doe dat dus. Om dat proces te begeleiden heeft Jérôme voor Studio 040 kijkers een mini-challenge in elkaar gezet. Iedereen die zich aanmeldt kan meedoen. In tien stappen uh, dan neem ik je mee. In filmpjes begeleiding kan je gewoon thuis doen. In tien stappen leer ik je hoe je dat verantwoord en veilig kan doen. Dan gaan we straks met z'n allen samen het natuurwater in. De challenge is online te vinden op de website van Jérôme. Ook op de site van Studio 040 vind je een link naar de challenge.